boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Natte Dillon en vandaag gaan wij de seizoen 3 van EAFC eens bekijken wat we gaan nemen in het seizoen. Dus vandaag is het vrijdag. Seizoen 3 is gisteren gestart op donderdag. En we gaan zien in het seizoen wat wij gaan nemen. En ja, let's fucking go. Deze video, deze microfoon is nu aangebonden met XLR. Dus ja, let's fucking go. Oké, boys en girls, het is dus woensdag, de laatste dag van het tweede seizoen van EAFC 24 Ultimate Team. We gaan nu opnemen tot morgen. En we hebben 34 packs klaarstaan, maar daar kom ik niet aan. Dat is voor Team of the Year. Dus ja, aan die packs kom ik dus helemaal niet aan. Wat gaan we doen? We gaan de daily login doen vandaag. En die SBC van Wesley Sneijder. Dus we gaan naar SBC. Standaard hero spelerkeuze. Gaan we allemaal niet doen. Want ik wil mijn packs openhouden. Overhouden. Maar bij Team hier. Dus daarmee dat ik nu al aan het sparen ben. De marketing kwam er vandaag geen EAFC video uit, maar omdat ik iets heb van ik wil toch nog eentje maken voor het einde van het jaar, heb ik zoiets van ja, ik ga dat toch nu doen. En ja, oké, de daily login is klaar, is gedaan, maar nu moeten we zien waar dat die SBC van Wesley Sneijder staat. Of komen die morgen pas uit? Die komt vandaag nog uit, geloof ik. Allee, Sneijder, waar staat jij? Die is misschien nog niet uit, of heb ik die gemist? Nee, die is misschien nog niet uit. What the fuck? Wanneer moet die dan uitkomen? Morgen, of wat? Oké, die pakketten hebben we dus ook al. Ja, zie je, die komt vandaag uit, normaal gezien. Ik ga nog eens uit de game en nog eens terug in. Misschien hebben we die morgen ook kunnen doen gelijk, ik weet het niet. We zullen wel zien of deze SBC er nu in staat in de game. Oké. Okay. Wat was dat? Oké. Okay. FC Founder upgrade. Oké. Okay. Oké, waar kunnen we nu? Het is nu de SBC misschien uit. Ik zal gewoon morgen zien of die uit is. Want ik zie er nu geen SBC tussen staan. Nee. Hij is nog niet uit, die van Wesley Sneijder. FC Founder upgrade gaan we misschien wel doen. Evoluties. Oké. Okay. Voltooi Founder Evolution. Ja, die moet ik nog eerst doen. En dan. Oh ja. Voltooi Founder Evolution. Ja, wel ja. Let's go. Oké, okay, boys en girls, het is nog altijd woensdag. 19:20 nu. En de hero-uitdaging, ik heb hem waarschijnlijk gemist. Dus Nederlandse spelers, maximum.
Alleen minimum 1. Dus we gaan op zoek naar een Hollander, Nederlander. Hoe dat je het ook wilt zeggen. Ik denk dat Jan Juma daar wel heel goed voor is. Clubs minimum 4. Zeldzaam spelers minimum 10. Gouden spelers minimum 7. Oké. Okay. En we mogen niet altijd Nederlanders gebruiken. Dus we gaan ook McAllister gebruiken. Wie gaan we nog gebruiken? Lucas Paqueta. Wie nog? Caicedo. Rechtsmieden hebben we daarvan. Nou ja, Kulusevski. En nu linksmidden. Mitoma. Linksachter gaan we zetten. Reguillon. We hebben een. Ah, we gaan het in deze pakken, Jean eerst. Ik moet hier de Rijer hebben. Dus dan pak ik weer Henry. Is ook goed. Rechtsachter nemen wij Montiel. Centerback nemen wij. Hincapier. Die heeft ook nog chemistry met Caicedo. En als centerback links nemen wij. Ons daarop weer. Oei. Te weinig chemistry, dus dan moeten we iemand van de serie. Nee. Van de serie A van de Premier League pakken. Zijn we Diego Carlos en die bezorgt onze chemistry die we nodig hebben. Dus hier zit dus de hero uitdaging van Wesley Sneijder is net voltooid en we krijgen hier dus de badge. Decent. We zullen waarschijnlijk de juiste chemist hebben. Met het snel willen zijn eigenlijk. We hebben alles voltooid, dus we krijgen 2x78 en 11x81. Gaan we natuurlijk tijdens Team Leader openen. Dus ja. Dadelijk spelen boost moet ik eigenlijk ook nog voltooien. Moet ik eigenlijk ook nog eens een potje moeten spelen vandaag. Niveau 26 zijn we ook goed bezig voor. De 25 keer te winnen. 25 keer te spelen bedoel ik. Sorry. We zullen er ook wat halen in de loop van de weken. Met Haaland zijn we ook goed bezig. Haaland, jullie weten dat in de vorige video heb ik Haaland gekregen. Alleen in de vorige video, of de video ervoor heb ik Haaland gekregen. 2x85 en dan hebben we een Jumbo Sam's World pakket. Dus eigenlijk een 125k pakket. 10 keer, nog 1 keer spelen, 1 keer scoren met Grealish, hebben we 10 keer 80, dat is ook in orde. Afrondingsmeesterschap moet ik nog 3 vrije trappen scoren, ik heb er net ook in gescoord met Messi. Dat is eigenlijk wel leuk. Speler 25 in draft, moet ik er nog. Ik moet nog zeker 85 spelen in draft voor te winnen en Moments meesterschap zou ik eigenlijk ook nog moeten kunnen voltooien. Transfermarkt meesterschap zou ik ook nog kunnen voltooien. Dan afrondingsmeesterschap is bijna voltooid. Evolutions meesterschap. Ben ik net 26 aan het spelen met Evolutions. Dus ja. Want ik 100 wedstrijden gehad ongeveer. En dan van de game zijn. Dan hebben we nog een 100k pakket op het einde van de game. Voor de rest.
Saudi League zou ik eigenlijk nog willen voltooien. Championship. Misschien Division 1. Ja, die ga ik ook niet meer kunnen voltooien. Barclay, ja, die ga ik ook niet. Eredivisie misschien wel. Maar dat weet ik niet. Afrondingsmeesterschap, ja, dat moet ook voltooid worden. Ik ook een van de komende dagen, denk ik. Ja. Let's go. En een goedemorgen, boys en girls. Het is dus donderdag. Het is 10:40. Ik ben net naar de kapper geweest. We zijn dus EAFC aan het induiken. We zijn EAFC aan het induiken. En ik hoop dat we wel weer redelijk wat goed krijgen. Ik heb nog geen video's gezien over het nieuwe seizoen. Dus daarmee dat ik nu ga kijken naar het nieuwe seizoen. Daarmee dat ik ook mijn eerste impressions met jullie deel. Deze video komt uitsluitend op vrijdag 2012 online. Het is de laatste EAFC video van dit jaar. En als niveau 1 hebben we een gouden spelerspakket. I mean it's decent. Niveau 2 2x81. 2x82 kunnen we niet kiezen. Ster is geboren van niveau 4. Niveau 5 hebben we 3x84. Zou makkelijk te halen zijn. Klein topgaarde speelspakket is ook goed. Dan ga ik ook een ster is geboren, denk ik. Dan kunnen Winter Wildcards Podolski of 10x80. Dan ga ik voor de pack, denk ik. 3x83. Skewel of 10x83. Ga ik voor de pack natuurlijk, voor mijn team hier. 2x85 ga ik sowieso doen. Playerspeak moet ik pakken. Ga ik voor Maestro gaan. Centurions, Icon, Koeman. Of 20x83 ga ik misschien voor Koeman gaan. Of 20x83, ik weet het niet. Dan 5x75. Die playerspeak moet ik sowieso openen. Dan of voor Wahi of voor 10x83 ga ik voor 10x83. Dan Black Ice 3x86 of 4x85. Ga ik voor 3x86, altijd een walkout. Topkaart speelspakket, dan die playerpick ga ik sowieso openen. Niveau 23, dan ga ik voor Maestro. 2x82, dan 20x83 of 3x87. Ga ik voor de grotere pakket, ga ik voor 20x83. Dan moet ik sowieso die playerpick open doen, want die doe ik niet met die manier open. Niveau 28, ja, 10x84. Dan ga ik voor stadion thema. 2x87. Dan 10 keer. Nee, zeldzaam gaat spelen. Pakket 85. 5x80. Dan ga ik voor het pakket 4x84. Kan ik voor Smith gaan. Centurions. Dan ga ik misschien voor die Icon Pack gaan. Dan ga ik voor de Icon Pack gaan. Ofwel, ja, ik ga voor Icon Pack gaan, denk ik. Dan kunnen die ook bij Team hier open doen, de eigen pakket. Of 3x84, dat weet ik nog niet. Misschien ga ik voor de eigen pack voor deze op te frissen. Is niveau 26 is er niet meer. Oké, 1, 2, 3. Oké. Ze willen echt dat we XP halen, precies. Die niveau 20 dingen, niveau 20 zijn er niet meer, dus ja. Daar doe ik pech bij. Nog drie keer in een wedstrijd scoren met Haaland. Nog 35 wedstrijden scoren met Grealish. Dus ja. Ze willen echt dat we XP halen. We kunnen dat wel halen, denk ik. Ik zie jullie guys. Dinsdag terug bij
Ja, ik zie jullie guys bij de outro. Ik ga deze nu eigenlijk... Ik ga deze nu allemaal doen, dus ja. Let's go. Yes. Oh ja, we hebben ook nog niet naar Team of the Week gekeken. Dus daar gaan we eerst nog doen voordat ik de review afsluit. Dus we gaan naar Team of the Week kijken. Terraciano. McAllister. Kim Minier. Varaan. Saint-Maximin. Modric. Saibari. Kudus. Asano. Osimhen. Dovbik. Ostermeyer, Joel Pereira, Pizarro, Azaz, Sabi, Mujica en André Luiz. Het is in team van de week. McAllister is natuurlijk van de Pro League van Union Saint-Gilloise. Ja, let's go. Het enige team van de week dat ik eigenlijk wil is ofwel Varane ofwel Kimunier ofwel Osimhen. Let's go. En dit was dus de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik zie jullie guys graag dinsdag terug met mijn beste picks van 2021. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys dinsdag met mijn beste picks van 2023. Let's fucking go. Ik zie jullie guys op dinsdag. Joe. Bye bye. Yeah.